Hallo vissen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, voor jullie reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee? Klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Wil je daarentegen lid worden? Daar zitten dan wel kosten aan verbonden, maar dan krijg je bijvoorbeeld... je kunt gewoon het kanaal steunen als je dat zou willen... maar je kunt ook extended video's krijgen die iedere maand geleverd worden. Dat zijn aanvullende video's op deze gratis video. En als je echt denkt, ik wil exclusief lid worden, dan kan dat ook. Kijk even bij de leden, dan krijg je veel meer video's dan alleen maar de gratis video's. Dan krijg je ook Love Yourself First readings. Dan gaan we het hebben over astrologie. Dan gaan we het hebben over de spirituele wetten van het universum. Dan krijg je dus volop video's te zien die niet in de gratis readingen thuis horen. Dus kijk even of je dat zou willen. En mocht je iets niet snappen, dan kun je me altijd even mailen. lachtistic6924@gmail.com. En dan gaan we nou beginnen met sterrenbeeld vissen. 12e teken van de dierenriem. Wordt geregeerd door Neptunus. En kijk in dit nieuwe jaar ook even waar je maansknopen zitten in je horoscoop. Wil je trouwens meer over astrologie weten? Mail me dan eventjes. De maansknopen in de horoscoop is eigenlijk waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Dus dat betekent dat je heel veel kunt leren van die maansknopen. Van wat is mijn verleden en wat is mijn toekomst? Oké, sterrenbeeld vissen, daar gaan we. Sterrenbeeld vissen, wat is belangrijk? Sterrenbeeld vissen op dit moment, wat is belangrijk? Oké, een beetje zorgen vissen. Sterrenbeeld vissen op dit moment, wat is belangrijk? Misschien heb je wat stress vissen en is het belangrijk om dat zelf een beetje op te lossen. Dus dat je niet... iemand anders gaat belasten met jouw stress, voel ik hier. Misschien moet je een goede uitlaatklep zoeken. Ga lekker naar buiten, de natuur en muziek. Noem andere dingen, maar stress is iets wat je niet op anderen moet afschuiven, maar in jezelf moet oplossen. Dat kwam eigenlijk eventjes voorbij. De wereldkaart en de dood omgekeerd. Dan hebben we de zeven van cups. Zeven van cups. Vissen, ik heb het idee dat jij op een kruispunt komt te staan. Vijf van zwaarden, 10 of wands en dan de 2 of cups en de maanenergie, de kaart van kreeft. Vissen, misschien dat jij in jouw dromen voelt van, ik steven af op een kruispunt. Ik moet op een gegeven moment links of rechts. En wat het universum van jou vraagt is om in jouw kwaliteiten die je bezit te blijven geloven. Je hebt alles in huis om een bepaalde richting straks te kiezen. En misschien vraag je je wel af van waarom moet ik toch allemaal door deze dingen heen? Al die verschillende lessen en zo. Wat voegt het eigenlijk toe aan mijn leven? Alleen vissen, straks zal het allemaal duidelijk worden dat al deze ervaringen jou gemaakt hebben tot wie je bent. En dat je die ook op allerlei manieren kunt gaan inzetten. Je hebt alles in huis om deze keuze te maken. Of het nou gaat om werk. Een keuze in je werksituatie. Of een lover, liefde. Of er een liefdespartner op je pad komt. Uiteindelijk zul je merken van... ik heb alles in huis om dit te doen. Vanwege al die ervaringen die ik gehad heb... vanwege al die gekke zijwegen die ik bewandeld heb. is het zo dat ik op een gegeven moment de juiste keuze voor mezelf kan maken. Even kijken, wat was ik vergeten te zeggen? Jij hebt een bijzondere wijsheid, vissen. Je bent het eindteken van het universum. Je wordt geregeerd door Neptunus. Neptunus is de planeet van
Ja, ook dromen natuurlijk, dromen. Het kan een hele vage planeet zijn die nu op dit moment weer direct gaat. Dus dat betekent dat er veel meer duidelijkheid voor jou gaat komen van dit is de richting die ik op moet. Ja, wat ik al zei in het begin van de reading, zorg ervoor dat je stressniveau, dat je dat niet op anderen projecteert, maar dat je daar zelf iets aan doet. Kan een hele stressvolle periode soms zijn. Maar geloof in jezelf. Blijf op je pad en blijf bij jouw diepste intuïtie. Love yourself first altijd. Zorg goed voor jezelf. Luister naar je eigen dingen. En volg je weg. En uiteindelijk zul je er wel achter komen. Moet ik rechts of moet ik links gaan? En dus het is nog eventjes geduld tot dat moment komt. Divine timing. En dan zal alles voor jou ook duidelijk worden waarom je al die voorgaande situaties hebt moeten doorstaan. Wil je daar meer over weten, Vissen, dan doe ik dit in de Extended Reading. Extended is ook als je lid wordt van mijn kanaal. Dus moet je even naar de lidmaatschappen gaan. En daar kun je via de Extended bij de Extended Readings komen. En dan krijg je dus iedere keer een Extended video naast de gratis video's. Die meer informatie geven van hoe het nou precies werkt bij jouw Vissen. Wat je moet doen, wat je niet moet doen. En wat belangrijk is voor jou om te weten. Dus kijk even verder. En de Extended is de Four of Wands. De vier van staven. Dit is Home is where your heart is, Vissen. Dan hebben we de Aas van Pentakels. Een nieuw begin in stabiliteit en zekerheid. Dan hebben we het Rad van Fortuin omgekeerd op dit moment. Dan hebben we de gehangene rechtop. En uiteindelijk hebben we dan ook nog de gematigdheid omgekeerd. Onder op het dek de King of Swords. Mocht jij een extended reading willen, word dan even lid van mijn kanaal. Kijk even bij lidmaatschappen. En dan kun je de extended reading van de Vissen zo terugvinden. Bedankt en anders tot de volgende keer. Doei doei!